Ik speel zelf Presto. Een dronken lab. Ik speel de elegante dame. Mijn echtgenoot gaat vreemd. Ik ben de zoon van Le Marie. Ik word geboren uit een babymachine. This opera is about what happens when woman decides that she won't do the cleaning and cooking for her husband. And so she decides to become a man, and then her husband has to figure out how he can have babies. Choreografie speelt een hele grote rol in het stuk. We hebben een hele grote bar en die kan rijden en draaien en daar moeten we de hele tijd opspringen en afspringen en iedereen zit onder de blauwe plekken. This is a young development project of the Dutch National Opera, and they're here to sing these roles for the first time and, you know, probably to be on this kind of stage for the first time. Ik denk dat het gewoon heel erg uniek is dat je bij zo'n groot huis als jong iemand zo'n start kunt maken. Om bij zo'n grote organisatie om daar onderdeel van uit te maken, dat is waanzinnig. We definitely wanted to be playful and make something that is influenced more by South Park than by what people think of as opera. Ik denk dat deze opera ontzettend aantrekkelijk is voor een jong publiek, omdat het doet denken aan jazz en barmuziek uit de jaren 40. En je verveelt je geen moment, je weet niet waar je moet kijken en het is geen lange opera van 5 uur.